Samenvatting van de chemische industrie en blokschema's. In de chemische industrie is sprake van een batchproces en een continu proces. En bij een batchproces wordt een reactievat eenmalig gevuld, vindt de reactie plaats en dan gaat het vat weer leeg en het product eruit halen. Dat gebeurt vooral bij het maken van medicijnen. Hier zie je een voorbeeld van een continu proces, van een weergegeven een blokschema. Ik heb dit even uit een examen gehaald. Waar je ergens ziet staan, daar en daar. En dat is het dan. Oh, daar nog eentje. Dat zijn reactoren. Daar vinden reacties plaats. Nou, je ziet hier een stofstroom van benzeen binnengaan en daarvan propeen. Dus hier vindt een reactie plaats tussen in ieder geval benzeen en propeen. En dan wordt daar cumeen gevormd. En dat gaat dan naar de tweede reactor waar het reageert met zuurstof. Je ziet hier dat hier cumeen ook doorstroomt en hier wordt gescheiden van deze stofstroom met CHP. Tenminste gedeeltelijk, een deel van het cumeen gaat hier weer terug en dat wordt dan gerecycled, zoals je dat noemt. Even omdenken, altijd bij zo'n blokschema, wat er aan, ik heb het echt even over atomen, hè? Wat er aan atomen ingaat, wat er aan, de atomen in benzeen, propeen en zuurstof hier, moeten hier als atomen in andere molecuulformules weer uitkomen. Anders zou het zich hier ergens gaan ophopen en dan krijg je natuurlijk dat het niet goed gaat dat er ergens een reactor gaat scheuren of ontploffen. Dus alles wat er aan atomen ingaat moet er ook weer uitgaan. Alles wat er aan massa ingaat moet er als massa ook weer uitkomen. Nou, je kunt hier echt 24 uur per dag een continue instroom en uitstroom van stoffen hebben. Stofstroom heb ik benoemd, reactoren, scheidingsruimtes, koelen. Afhankelijk van of een reactie endo of exotherm is. Meestal zijn reacties exotherm, dan zul je moeten koelen. Soms ook verwarmen om de reactie op gang te helpen en recycling hebben we gezien. Je zag al verschillende scheidingsruimtes op zo'n blokschema. Nou, deze scheidingsmethodes komen vaak terug bij blokschema's. Filtratie, filtreren gebruik je bij suspensies. Daarbij berust het verschil in deeltjesgrootte. Grote deeltjes blijven achter het filter en de kleintjes gaan erdoor. Nou, indampen berust op verschil in kookpunt enzovoort. Adsorptie, extractie, chromatografie en bezinken. We gaan naar de atoomeconomie en de E-factor toe. Formules vind je in deze tabellen. Eerst maar even naar de atoomeconomie. Wat wil je met de atoomeconomie? Je wil uitrekenen hoeveel procent, hoeveel massaprocent van je beginstoffen uiteindelijk terechtkomt in je eindproduct. Als je eindproduct maar één stof is en al je beginstof komt terug in dat ene eindproduct, dan is je massa, je atoomeconomie 100%. Dan ga je zeer zorgvuldig om met je atomen. Maar meestal ontstaan de bijproducten. Nou, nu is dit een onschuldig bijproduct, maar je zult maar vervelende bijproducten hebben. Gaat uitrekenen, massa van het product. Kun je gewoon een molecuulmassa voornemen. Van ammoniak is dus 70,03, maar ontstaan hier 4 moleculen ammoniak. Dus dan neem je 4 keer die massa van het ammoniakmolecuul. En de massa beginstoffen, 6 keer water en 2 keer stikstof. 6 keer water en 2 keer N2, 2 keer stikstof. En dan vul je dat in de formule. Massa van het product is dus die 68. Oh, nog even opgeschoond. Massa product is dus die 68,124. En van je beginstoffen 108 en 56 maal 100%. En dan zegt jouw rekenmachine 41,5%. Dus 41,5% van de massa van deze beginstoffen komt uiteindelijk terecht in jouw ammoniak. Dan gaan we naar de E-factor toe. E-factor massa beginstof min massa opbrengstproduct gedeeld door massa opbrengstproduct. Wat zijn de massa's van mijn beginstoffen? Die zie je hier nog staan, die houden we gewoon. En massa opbrengstproduct, daar moeten we even naar kijken. We hadden hier gevonden 68,124. Maar dat zou de massa zijn als deze reactie voor 100% zou verlopen en voor 100% ammoniak zou opleveren. Maar als jouw rendement maar 53,8% is, nou dat is dus 53,8% van deze 68. Dit zou het zijn bij 100%,
Bij 53,8% krijg je hier dus 53,8% van. Zie je hier gebeuren, massa beginstoffen, die neem ik daar over. En dan 53,8% van jouw 68 als massa opbrengstproduct. En dat vul je daaronder ook in. En dan zegt jouw rekenmachine dat dat 3,48 is. Dat wil dus zeggen dat er dus 3,48 kilogram afval is per kilogram product. Beginstof minus opbrengstproduct, alles waarmee je begint. Minus wat je uiteindelijk overhoudt als jouw daadwerkelijke product. Het verschil daartussen is allemaal afval. Per massa opbrengstproduct, per kilogram product. Dus 3,48 kilogram afval heb je hier per kilogram product. Dan kennen we nog in de groene chemie een aantal uitgangspunten van groene chemie. Er zijn er 12. Ze zijn allemaal in je BINAS. Tabel 97F. Dit zijn de volgende 6. Nou, meestal is het zo op examens dat een bepaald proces wordt beschreven. Dat je deze lijst moet nalopen om een uitspraak te doen over het bijvoorbeeld gebruik van hernieuwbare grondstoffen bij proces 1 ten opzichte van proces 2. Oké, dit was hem. Bedankt.